Disclaimer, wij geloven allebei niks van deze complottheorie, maar we gaan ze wel behandelen omdat ze super dom zijn. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Complottheorie over de aanslagen in 9/11. Is een van de dingen die onder complotdenkers het allerinteressantste onderwerp is ofzo, want er zijn ongelooflijk veel complottheorieën over 9/11 en daarom gaan wij ze behandelen over wat wij ervan vinden, waarom wij denken dat die complottheorieën gemaakt zijn en hoe het ontkracht wordt door de mainstream media. En we gaan beginnen over... Hallo. Het is zelfs zo populair dat we een Nederlandstalige Wikipedia-pagina erover hebben. Zeker! En nog een iets van de quote, wat ook wel interessant is. Bijvoorbeeld een theorie die zegt... De brandstof van de vliegtuigen waren niet genoeg om ervoor te zorgen dat de gebouwen zouden instorten. Het vuur door kerosine kan nooit heet genoeg worden om stalen balken te laten smelten. Dat kan namelijk pas bij 1510 graden. Dus... Heb jij natuurkunde? Nee. Ja, ik ook niet. Maar ik geloof het vrij goed dat dat niet kan. Maar natuurlijk bij 1510 graden, dan smelt het helemaal. Maar zo'n balk hoeft niet helemaal te smelten, want hij kan ook breken doordat er zo'n vliegtuig in vliegt. Het lijkt me best wel als er gewoon een gigantisch vliegtuig met genoeg snelheid op een metalen balk invliegt, dat hij best wel breekt. Dan hoeft hij niet per se te smelten. Ja, precies. En hier zeggen ze ook van kerosine, die kan heel veel graden worden en... Ze hoeven niet volledig gesmolten te worden om de gebouwen te laten inzakken. Dus op zich vind ik dit niet een hele sterke complottheorie of zo. Ja, en verder is niet alleen de kerosine het enige wat brandt. Want er vliegen ook tafels in de fik, gordijnen, ja, et cetera. En als je al die vuren op één plek hebt, wordt het op een gegeven moment wel wat warmer. Mm-hmm. En dan zeggen ook veel complottheorieërs dat gestuurde explosies de oorzaken waren in plaats van de vliegtuigen. En het bewijs wat zij aanhalen is de stofwolken die horizontaal uit de gebouwen schoten toen ze vielen. En dat de initiële schade te wijd verbreid was om door de jets veroorzaakt te zijn. Nou, ik heb altijd een beetje het idee dat een bomexplosie en een explosie omdat er ergens een vliegtuig invliegt en de kerosinetank ontploft, dat ongeveer wel hetzelfde zou zijn. Ja. Dat ik niet vooral... Geloof dat er heel veel verschil in impact zou zijn ofzo. Ik denk niet dat die explosies van een afstandje moet beoordelen. Dat ze aardig op elkaar lijken, ja. Ja, precies. Dus ook dit vind ik een slechte complottheorie. Volgende theorie heet handel met voorkennis. In de dagen voor 9/11 werd een enorme hoeveelheid aandelen van American en United Airlines verhandeld door mensen met voorkennis. Oké, nou en? Ja, maar überhaupt, het hele idee van aandelenmarkt is dat je dingen handelt en verhandelt. En daar hoef je geen reden voor te hebben. Want mensen doen dat nou eenmaal. Mensen houden nou eenmaal van handelen met aandelen en zo. Als ik het op dit moment leuk vind om 1000 aandelen Tesla te kopen, kan dat gewoon. Ja, precies. Moet ik wel geld hebben, maar... Dan hoeft dat niet te betekenen dat het opeens jij uit voorkennis weet. Dus dit is een soort toeval. Het zal wel heel vaak gebeuren dat mensen iets kopen of iets verkopen. En eens in de zoveel tijd heb je dat net als iemand al zijn aandelen verkoopt. Er een aanslag op die fabriek gepleegd wordt. En dat dan alles weg is en dat je dan net geluk gehad hebt. Maar dat vind ik niet een hele sterke complottheorie of zo. Volgende theorie. De luchtmacht kreeg het bevel om zich terug te trekken. Zelfs nadat het bevestigd was dat de vliegtuigen waren gekaapt. Daardoor waren er geen straaljagers uit een van de 28 militaire bases gekomen om de gekaapte vliegtuigen tegen te houden. Maar ik snap niet, persoonlijk, dat als eerste dat zij niet dat bevel kregen om dat uit de lucht te schieten. Maar aan de andere kant denk ik ook van, je weet op dat moment nog niet wat er met die vliegtuigen gaat gebeuren. Je hebt ook wel eens gehad dat Molukkers een vliegtuig gekaapt hadden, omdat ze dat vliegtuig dan vervolgens wilden gebruiken om naar hun eigen land te vliegen. Maar dus... Je kan ook vaak zeggen, ik heb heel veel gijzelaars, dus doe wat ik zeg. In plaats van dat je er meteen een aanslag mee pleegt. Dus aan de ene kant snap ik ook wel dat het maken van een bevel van... We vallen nu aan met straaljagers op gekaapte vliegtuigen best wel een heftig bevel is. Ja. Volgende theorie. Twee gaten van 23 en 3,5
meter breed in het Pentagon waren veel te klein om door een 38 meter brede jet te zijn veroorzaakt. Sommige theorieën concludeerden zelfs dat de aanslag werd uitgevoerd met een satellietgestuurde raket. Voor de mensen die de aanslagen niet precies kennen, er waren 4 targets gekozen, waarvan 2 de 2 torens van de Twin Towers waren. De derde was het Pentagon. En de vierde, dat weten we niet, want die is nooit aangekomen, want die is onderweg, is die door de passagiers weer terugveroverd. Dus, maar die zou of op de Capitol Building worden, het congres, of op het Witte Huis. Dat weten ze niet. Maar die op het Pentagon, die zou dus een te klein gat hebben veroorzaakt. Maar aan de andere kant denk ik ook, dat was een ministerie van Defensie, is het Pentagon. Dan bouw je wel een beetje een stevig gebouw. Dus als daar een klein gat in komt, omdat dat vliegtuig er niet goed genoeg op komt, dan snap ik dat ook wel weer. Ja. En waarom heeft het ministerie van Defensie niet een beetje de defenses? Dat slaat ook niet echt ergens op. Ja, precies. Ik zou zeggen, in Amerika heb je overal geweren en alles. Maar beveilig je toch ook soort van defensieve ministerie dingetje wel. Ja, ja, ja. Onderzoekers van... Oh, deze is nog het allerbeste. Er zijn dus mensen die zeggen, er waren geen brokstukken van een vliegtuig bij het Pentagon. De theorie zou er een raket moeten zijn afgeschoten, maar er is wel een wrak gevonden. Ja, de theorie van die mensen is, er was geen wrak van vlucht 77, het vliegtuig wat erin vloog, waardoor het bijvoorbeeld een raket had kunnen zijn. Maar er is wel degelijk een wrak gevonden, dus deze hele theorie is gewoon onzin. Dan denk ik van, je kan prima complottheorieën maken en denken van, wow, ik ben zo cool dat ik hierin geloof. Maar als je gaat zeggen, er is geen wrak gevonden en er is wel een wrak gevonden, dan is dat echt super slecht. Ja, ho. Oh. Dan had je nog vlucht 93, die of op het White House zou komen of op het Congres. En daarvan zouden ze zeggen dat die is neergehaald door een ander vliegtuig. In plaats van dat de passagiers die mensen die de aanslag probeerden te plegen hebben overtroffen. Want dat vliegtuig zou ook ergens ingestort worden, alleen dat is mislukt uiteindelijk. En dan zeggen ze dus dat dat mislukt is doordat dat vliegtuig door een soort straaljager er uit de lucht is geschoten. Maar wat heeft dit precies daarmee te maken? Waarom maakt dat uit hoe dat vliegtuig... Dat snap ik niet helemaal. BBC meldde de instorting voor de instorting. Ik denk dat het lichtelijk wel logisch is dat als je een vliegtuig aan ziet komen vliegen op een gebouw en die vliegt erin voordat het hele gebouw inlazert, denk ik nog wel, ja. Hey. Ja, dan snap ik al wel dat ze zeggen dit gaat instorten of zo. Je hebt ook altijd dat zulke voetbalcommentators voordat er gescoord wordt zeggen de 2-1. Dus ja. Ja. Als er een gebouw in de fik staat, kan je ook wel zeggen, ja, de kans is best wel groot dat dit gebouw gaat instorten. Ja, precies. Het staat volledig in de fik. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen dat Osama Bin Laden, degene die aanslag gepleegd heeft, betaald is door de Amerikaanse overheidsdienst. Alleen dat is serieus de grootste onzin die ik in mijn leven gehoord heb. Want dat is gewoon, dat verzin je gewoon op dit moment. Hij was namelijk in de video rechtshandig in plaats van een linkshandig, volgens. Ja, maar dat is ook... Hallo! Maar aan de ene kant zeg je dus, hij wordt ingehuurd. Maar aan de andere kant zeg je, ze gebruiken een andere acteur om hem na te doen. Dus wat bedoelen ze nou? Want ze zeggen dus dat, er is dus zo'n video waarin Osama Bin Laden zegt, ik heb die aanslagen gepleegd. Alleen daarin zou hij een gouden ring hebben. En de moslims mogen geen goud dragen. En verder zou hij linkshandig zijn in plaats van rechtshandig zoals in de video. Maar dan denk ik van, ja, yo, goede bewijzen, mensen. Ja, en dan heb je nog altijd dat ze zeggen dat de torens niet zijn omgevallen. Zoals als er zo één omkomt, dan verwachten ze dat hij zo valt. In plaats van dat er zo één inkomt en dat hij dan naar beneden stort. Alleen het lijkt mij ook vrij logisch dat hij naar beneden stort. Omdat een vliegtuig ook weer niet zoveel kracht meeneemt dat hij die hele toren omver blaast. Nee, maar sowieso toch als vliegtuig zo in. Als je een boom om begint te hakken, dan valt het toch ook de kant op waar je in aan het hakken bent. En niet de andere ja, kant. Ja, precies. Dus op zich is dat niet echt heel erg raar of zo. Nee, en het gebouw was voornamelijk ingestort vanwege alle fik die erin vloog en zo. Tuurlijk was het verzwakt door de explosie. Maar ja. Ja, en dan zijn er nog mensen die over precies dus het Pentagon allemaal zeggen dat dat vliegtuig niet kan. Maar zoals dat hele Pentagon, die is gemaakt van gewapend beton
en dat soort dingen. En dan heb je inderdaad minder schade of zo. Plus dat ding is ook niet een heel hoog gebouw. Ja, precies. Ook al vlieg je daarin, dan maak je misschien weet ik veel, een paar zalen kapot. Mm-hmm. Maar je kan nooit in het hele Pentagon vliegen. Ja, ja, ja. En dan ging het nog over kapers die niet konden vliegen. Maar dan denk ik altijd, ja, je pakt zo'n stuur of zo'n knuppel en dan vlieg je wel. Maar ja, dat is wel mijn mening. Je hoeft niet heel goed te vliegen om een vliegtuig te laten neerstorten. Makes sense. Ja, precies. En dan gaat het nog over mensen die zeggen, oh ja jongens, het World Trade Center kan wel eens worden aangevallen. Maar, en dat daarom ze eigenlijk gewaarschuwd hadden moeten zijn. Maar dan denk ik altijd, het World Trade Center was altijd al iets van het kapitalisme wat elke zichzelf respecterende terrorist neer zou willen halen. Dus dat is vrij logisch. Yes. En toen ging het over Bush die niet geëvacueerd is. Maar bij de aanslagen van 9/11 werd niemand geëvacueerd. Omdat... Nou, het was niet echt exact van tevoren verwacht. Ze wisten niet echt dat ze in de dingen wil gaan vliegen. Ja, en dan weet je ook niet waar het wel veilig is. Nee, en ja, dan vliegen de twee vliegtuigen in de World Trade Centers. Ja, gaat u maar nu uit het Witte Huis. Ja, precies, dus... Huh? Het is toch niet echt heel duidelijk dat het per se op hem gericht was in het begin, pas na het Pentagon. Maar dat was toch de laatste van de drie? Ah, ja, 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 klopt. Na Pentagon zou je misschien kunnen denken, oh, het Witte Huis. Maar toen was het laatste vliegtuig al... Ja, dat was dus wel waarschijnlijk het idee of het Witte Huis of de Capitol Building. En dan nog, in het Witte Huis heb je toch ook, hoef je niet per se geëvacueerd te worden, maar hij was ook schuilkelders en shit. Ja, zeker. En zelfs raketsystemen in het dak zelf. Zoals je altijd in die film ziet. Ja, dat is wel gaaf. Is er één aanslag over 9/11 waarvan je denkt, daar zit wel wat in? Niet echt per se. Nee. Ja, precies. Dat heb ik dus ook. Ik heb een hoop complottheorie die ik een stuk aannemelijker vind dan deze gebruikelijke shit over 9/11. Ja, we hadden ook nog iets leuks over verhuizers. Waar stond dat? Oh ja. Ja, dat heb je dus ook. De betrokkenheid van de Israëli's. Na 9/11 zijn er 5 Israëliërs opgebakt. Waarom? Ze gedroegen zich vreemd bij een verhuiswagen. En in de verhuiswagen heeft de politie 1 Stanley mes gevonden. Want ja, je bent een verhuizer, dus je mag geen Stanley mes hebben sinds wanneer. Ja, en een van de Israëliërs had $4,700 bij zich in contanten. Maar dan denk ik van... En joh, hij had het in zijn sok. Ja, maar als je gaat verhuizen... En je hebt sommige mensen die vertrouwen de bank niet, dus die bewaren al hun geld in hun sok... Dat is niet heel raar. Een ander had 2 paspoorten bij zich. Ja, wie weet van zijn zus of van zijn broer of zo. En een Israëliër kan misschien ook gewoon 2 nationaliteit hebben. Dat is precies. Ook zeker nog wel eens mogelijk. En die mensen werden dus 3 maanden lang zonder bewijs vastgehouden. En daarna was het zo. Oké, we konden jullie verhuisvragen en jullie Stanley mes niet mengen met 9/11. Ja. Dus jullie zijn vrij nu. Dat hallo. Is, ja, het is... je moet altijd soms een groep aankunnen... duiden bij een aanslag, hè? Blijkbaar wilden de Amerikanen toch Israëliërs nog de schuld kunnen geven, maar blijkbaar werkte dat niet zo goed. Maar waarom zouden ze de Israëliërs de schuld willen geven? Amerika en Israël werken toch samen? Ja, maar het is toch leuk om iemand de schuld te geven? Ja, maar ze hadden ook samen Bin Laden toch al die ze de schuld konden geven? Ja, ja. Oké, het werkt gewoon niet. Top. Ik weet het niet. Maar dus eigenlijk zou iets... Er was misschien een islamiet. Die was, ik wil niet dat je een islamiet doet. Doe maar een Israëliër. Ja, en toen ging zij hem beschuldigen. Maar ik denk dus dat... Ja, er zijn een hoop complottheorieën op de hele wereld. Maar die over 9/11 zijn gewoon helemaal niet logisch. Niet goed uitgewerkt. Niet dat er honderden bewijzen zijn waardoor het waar zou kunnen zijn. Dus eigenlijk... Maak geen complottheorie over 9/11. Het werkt gewoon niet. Ja, of je moet heel slim zijn, maar tot nu toe zijn het niet echt wetenschappers geweest die logisch iets hebben kunnen verzinnen. Nee, precies. Dus dat was deze complottheorie aflevering van over 9/11. Volg @FiandSam op Instagram. Volg mij op Instagram. En dan zie ik jullie allemaal vast weer bij een volgende video. Heb jij nog iets te zeggen? Nee. Maar mooi. Doe iets met explosies aan het einde. Dat is wel cool. Ja, precies. En tot ziens. Tot later.